het lijkt net alsof hij bij ons in de voortuin staat. Want wij zitten daar zo aan het schoolplein. Dus we kijken de hele dag al, hele ochtend al naar de kameel. Nou, we hebben gezorgd dat er voor de kinderen in deze donkere tijd met lockdowns en veel corona er een lichtpuntje kon zijn. De kinderen die volgende week allemaal thuis zijn, konden vandaag al bij ons kerststal op visite komen. Vanochtend om 2:30 zijn ze begonnen met inladen van de dieren en de kerststal. En ze waren hier vanochtend om 6:00 en we hebben ook gelukkig wat hulpouders gehad die hier helpen met opbouwen. Het was zeker een grote verrassing, want de kinderen wisten het niet. Er is gisteravond een berichtje naar ouders gegaan van kun je een geheimpje bewaren? Maar volgens mij wist bijna niemand het. En was het voor de meeste kinderen echt een enorme verrassing dat hier een kameel stond. Nou, we hebben alles wat er was voor de kerstviering hebben we naar voren kunnen halen. Dus we hebben het kerstontbijt hebben we naar voren kunnen halen. Dat hebben de kinderen vanochtend als eerste gehad. Ze hebben allemaal een doos gekregen, die hebben ze mee naar huis genomen. En de dozen die hebben ze mooi versierd op school. En vanochtend versierd en gevuld meegenomen om eerst te kunnen ontbijten. Dus ik denk dat ze, ondanks het feit dat we volgende week dicht zijn, toch een mooie kerstgedachte mee kunnen geven.